Slordig verdedigend werk van de thuisploeg ligt aan de basis van de openingstreffer in deze wedstrijd. Ogin omzeilt de doelman en schiet raak. 0-1, we zijn 7 minuten ver. Ogin met een Argentijns nummertje. Antwerp geeft een gretige indruk. Rood-wit kan een kwartier genieten van de vroege voorsprong. Mellemans kopt raak voor geel. 1-1 na 23 minuten. Doelman Ristovic met de inschattingsfout. Mellemans profiteert. 1-1. Leuke wedstrijd. Van Akker denkt er heel even anders over. Enkele minuten later komt Ristovic wel goed, dus wanneer Karamatza eigenlijk moet scoren voor geel. Maar toch 2-1 in helft 2. Gloeftsis krijgt te veel vrijheid en scoort via de hand van Ristovic. 2-1, rood-wit moet achtervolgen en het doet dat. Dong, in één tijd naar Fedorov. Maar die mist onbegrijpelijk. Fedorov zoekt, maar vindt geen verklaring. En toch komt Antwerp nog langs zij. Robbie Dello gaat met beide handen naar de bal. Dank u Robbie, strafschop voor Antwerp. Dong voor de bal, 2-2, de tweede goal van Dong in evenveel wedstrijden. Geel Antwerp eindigt in evenwicht. Die van Geel hebben het geweten. Tegen Bergen wisten we, het was de eerste wedstrijd van het seizoen. Het is een beetje gissen hoe en wat. Goede prestatie neergezet. Ook een goed resultaat, denk ik. Dan ga je naar Geel. Geel wat toch eigenlijk een opdoffer heeft gekregen vorige week. Dus ik zeg het nogmaals, voor de wedstrijd hoop je op meer. Na de wedstrijd moeten we gewoon tevreden zijn. 2-6, dat meer gekund. Maar goed, de competitie is pas bezig, dus laat ons... Niet op de feiten vooruit lopen. Ja, laat ons gewoon zo verder ongelijk mee bezig zijn en dan komt het wel.